In het WTC vond vandaag een veiling plaats voor schilderijen gemaakt door ondernemers uit Friesland. Organisator Ed van Dijk vertelt ons hier meer over. Nou, je ziet al, het publiek stroomt al toe. Er is straks een opening van de Business Contact Dagen Noord. En daarna is er een veiling van schilderijen gemaakt door allerlei ondernemers van Friesland. Wat verwacht u ervan? Heel veel. Kijk, de opbrengst van de schilderijen gaat naar het Ronald McDonald's Huis. Hebben ze hard nodig. Dus als wij €1.000 zouden kunnen binnenhalen voor 11 schilderijen, ben ik al helemaal blij. En waarom hebben jullie gekozen voor het Ronald McDonald Huis? We proberen elk jaar een goed doel uit te zoeken. Vorig jaar was er een groep van talent. En dit jaar, er zijn een heleboel goede doelen, dus je moet op een gegeven moment gaan kijken. En zij hebben het heel hard nodig. Maar wat vond hij nou precies van die schilderijen? Prima. Het zijn allemaal amateurs. U moet straks maar even kijken. Maar heel leuk. Er zitten echt hele mooie bij. Anderen misschien minder mooi. Maar goed, het gaat het ook niet om. Het gaat om het doen en het plezier eraan hebben. En de opbrengst. Komt hier een vervolg op volgend jaar? Dat is wel de bedoeling. Ja, ja. Vorig jaar hebben we het met alle burgemeesters gedaan. En nu hebben we het met alle ondernemers gedaan van Friesland. Dus de bedoeling is volgend jaar graag weer. Al met al brachten de schilderijen circa €900 op.